Een slaatje met asperges is ook een van mijn favorieten. En mijn Lily die is hier al aan het zagen, want ik heb dus een vegetarische hond die heel graag asperges eet. Dus de poepjes zijn voor haar. Dus, en ja, Lily, jij zit hier zo mooi te wachten. Voilà, de asperges zijn geschild en die mogen nu geblancheerd worden. En dat is een 4 à 5 minuten in kokend gezouten water. Terwijl dat die asperges nu aan het koken zijn, ga ik de rest van mijn salade beginnen voorbereiden. Ik heb hier een stokbroodje. Mag gerust eentje of een stukje van de dag ervoor zijn. En die ga ik in schuine repen snijden. En we gaan dus een soort bruschettas maken, die dan in onze salade verwerkt worden. Die zijn ondertussen helemaal gaar, of toch beetgaar. Mogen eruit. Terwijl dat de grillpan aan het voorverwarmen is, ga ik de asperges een beetje inborstelen met olijfolie. Het is altijd beter om de olie op het product te doen in plaats van de olie in de grillpan. En nu is het een beetje wachten tot we die mooie grillstreepjes zien. Bij het brood gaat dat iets sneller zijn dan bij de asperges. Alles mooi gegrild. En dan kan ik ondertussen verder met mijn salade. Ik heb hier nog kersttomaatjes. Die ga ik gewoon halveren. Dat zorgt natuurlijk voor een lekkere smaak, want het wordt een zomerse salade. Avocado. En dan eens kijken. Ja, mooi. Die lepelen we uit de schil. Voilà. Klein beetje besprenkelen met limoen of citroensap. Dat geeft ook al een frisheid in de salade. En dat gaat er natuurlijk ook voor zorgen dat die avocado niet bruin wordt. En dan ben ik eigenlijk bijna klaar. Een verse rucola. Dat verdeel ik over het bord. Dan hebben we hier de kersttomaatjes. En ik houd het midden een beetje vrij. Want daar komt mijn burrata, onze avocado. Hier kan al een beetje olijfolie op. Ik ga straks nog pesto gebruiken, maar dat is eigenlijk voor het eerste contact met de salade. Een beetje zout. Grof zout op de molen. En ook nog peper. Voilà. De asperges. Dus die komen ook al over de salade. Nu, burrata is vrij vochtig binnenin, dus ik ga die nog niet in stukken doen. Maar ik ga die eigenlijk gewoon zo in het midden van mijn salade leggen. En dan hebben we hier het brood. Die gaan we een beetje breken. Hier en daar een stukje leggen. Want dat maakt onze salade een panzanella. En dan heb ik hier pesto. Een beetje over de asperges. Over de avocado, een beetje over de burrata, parmezaan. De geur van die pesto, die gegrilde asperges. Het ruikt hier al heel lekker. Mij komt water al in de mond. En zo heb ik eigenlijk een heel lekkere salade klaargemaakt. Ideaal tijdens het aspergesseizoen en kan natuurlijk heel de lenteperiode geserveerd worden.